De jongens onder 19 van Dioza Niftrik zijn met een bijzonder initiatief gekomen. Het voetbalteam uit Balgooi vindt dat de ouderen vaak vergeten worden. Om hier iets aan te doen, gaan ze een behoorlijke uitdaging aan. Ja, wij gaan 4 mei een voetbalchallenge opnemen en dat doen wij hier op Sportpark De Wisse. En dat houdt in dat wij 9 uur lang een voetbalmarathon gaan doen. Dus we gaan 9 uur lang achter elkaar voetballen tegen 9 verschillende teams. Elk uur komt er een ander team hier naartoe en dat doen we met de onder 19, de oudste jeugd. En dat doen we voor het goede doel. We hebben gekozen voor de verzorgingstehuis in de buurt. Omdat wij vinden dat de ouderen nog wel eens in de vergetelheid worden gezet. En we vinden het heel belangrijk dat we eens wat meer aandacht besteden aan die ouderen. Vandaar dat we daarvoor gekozen hebben. Die ouderen, die hebben het soms wel moeilijk. Er zit weinig plek in de bejaardenhuizen. Het is wel goed dat een keer aandacht besteed aan de bejaarden. En het is helemaal leuk als je het ook kan doen met wat je zelf leuk vindt, met je eigen hobby. Dus dat is helemaal mooi. De jongens spelen dus van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Een ware uitputtingsslag dus. Ondanks de nodige twijfels of de spelers het zullen volhouden, is er toch ook wel vertrouwen. Nou, ik heb bij een paar wel mijn twijfels of die het vol zullen houden. Maar goed, we hebben een groot spelersaantal. We hebben 18 man. Het is 7 tegen 7. Dus ik denk wel dat we het moeten redden. En anders doen wij als trainers op de laatste uur kunnen wij altijd nog invallen. Maar dat was niet ons idee. Nou, 9 uur is wel heel veel. Nou ja, zin. Ja, ik heb wel zin natuurlijk. Maar ik denk als we bij de 8 uur zijn, 9 uur, dan zie je de pit niet meer in. Maar we gaan het zien. Ja, we hebben wel een paar zo'n klein clubje die het eigenlijk denk ik niet allemaal vol kunnen houden. Veel blessures wel in het team. Dus ik denk niet dat er heel veel het vol gaan houden. Ik weet wel wie hier allemaal een beetje fit zijn die het wel allemaal halen. Maar ik denk dat er wel een paar zijn die al snel afhaken. Ik denk niet dat ik zelf die 9 uur ga halen. Dat wordt wel heel zwaar, maar ik kan het wel proberen. Het doel is om €10.000 op te halen voor de verzorgingstehuizen. De actie loopt al goed en er wordt verwacht dat het doel behaald wordt. Ja, we staan nu 3 dagen online en tot nu toe zijn wij super positief. We zitten al op voor bijna €2.300. Voor de eerste 3 dagen is dat helemaal niet slecht. We hebben als doel €10.000. Of we dat ook uiteindelijk gaan redden, dat weten we niet. Maar we hebben hoog ingezet. En als we dit zo doorzetten, dan gaan we het wel redden.